We zijn heel erg trots op dit moment, dat we hier samen staan met de gemeente Nijmegen, de provincie Gelderland, maar ook met onze directe buren. Dat is echt wel een bijzondere gebeurtenis. Daar hebben we lang aan gewerkt. En nu is het zover dat we kunnen presenteren hoe wij verder willen op dit terrein. Wij wonen hier in de buurt. Dus op de eerste plaats waren we toch wel nieuwsgierig hoe het nu allemaal gaat. We hebben het in de laatste jaren allemaal kunnen volgen. We zijn nog even de windmolen in geweest. En ja, normaal krijg je daar de kans niet voor. Dus het was ook erg leuk om te doen. In dit gebied zijn we bezig met de sloop van de centrale. Verwachten we aan het eind van het jaar gereed te hebben. Dan verwachten we ook een definitief bestemmingsplan te hebben. Vervolgens kunnen wij bezig gaan met de initiatieven zoals emissieloos tanken. En voor zowel scheep als wegvervoer, batterijopslag en bijvoorbeeld een duurzame steenfabriek.